Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal van vandaag. We beginnen deze editie met het goede nieuws. De 50.000 vaccins van het merk AstraZeneca zijn gisteravond aangekomen in ons land. Het gaat hier om een donatie welke wij als land hebben gekregen van de regering van India. De directeur van Volksgezondheid mocht de donatie namens de minister in ontvangst nemen. Ook aanwezig waren de directeur van Bibus, Luciano Treudeman, en de ambassadeur van India, Mahinder Singh Kanyal. De ambassadeur van India gaf in een interview te kennen dat India altijd klaar staat om te helpen, vooral als het gaat om de gezondheid van de mens. Alleen het vorig jaar schonk India aan meer dan 150 landen donaties ten behoeve van de gezondheid van de mens. India always works for the humanity. India emerged as the pharmacy of the world last year as well, when it supplied essential life-saving drugs and protective gear to over 150 countries. And this time, as in tune with India's philosophy of the whole village, the whole world is one family, we are being an important stakeholder of the global supply chain, are ensuring that all these essential drugs, vaccines, reach every nook and corner of the world, especially the small countries and the small island developing states. In India werd goedkeuring gegeven aan Covin vaccin, dat is ontwikkeld door het Indiase bedrijf Bharat Biotech samen met een overheidsinstituut. Het Covin vaccin is de tweede grote vaccin in India. Ambassadeur Mahinder Singh vertelt met trots dat intussen president Narendra Modi reeds gevaccineerd is met het nieuwe Covin vaccin. India heeft op dit moment nog 6 vaccinkandidaten die worden voorbereid. Op de vraag of Suriname nog meer donaties kan verwachten, gaf de ambassadeur het volgende antwoord. Yes, you know, in the coming month, in fact next month, India is going to have its another indigenous vaccine known as Covaxin vaccine, developed by Bharat Biotech. And I am happy to share that yesterday, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, received its first shot of Covaxin. So from April onwards, there will be, in addition to Covaxin vaccine developed by Bharat Biotech, India has 6 more vaccine candidates which are in different stages of development. And we are expecting that while this Covaxin vaccine of Bharat Biotech will be made available by next month. Between April and July, August, India will be able to have 6 more vaccines so that the whole international community will have no shortage of vaccines and will be able to eradicate corona. Did you already get vaccinated? Not yet. As you know, it is the policy of Government of India also. The first preference was given to the frontline health workers. That was the first phase. And now in the second phase, we started from yesterday. The people covered under it is 60 plus between 45 and 59, those who are suffering from comorbidity. So I will be having it soon now.
falling under this category. De eerste megapartij COVID-19-vaccin van AstraZeneca is maandagmiddag per vliegtuig gearriveerd in ons land. Voor dit grote moment waren onze gezondheidsautoriteiten aanwezig op de internationale Johan Adolf Pengel luchthaven. Van gezondheidsdirecteur Gayader Shukul verneemt het COVID-19-journaal uit de eerste hand wat het vervolgtraject zal zijn van de vaccinatiecampagne die vorige week is begonnen. Deze 50.000 doses die zullen gebruikt worden voor de resterende groep van de first-line workers die zich ingezet hebben bij COVID-zorg. De overige healthcare workers en daarna volgende dialysepatiënten. We hebben daarna de personen die wonen in bejaardentehuizen. En vervolgens gaan we dan over naar de 60-plussers en de groep van gewapende machten, onderwijzers en hoge regeringsfunctionarissen. We hebben sowieso minimaal 164.000 mensen die we willen vaccineren. Maar ik denk niet dat we alle 164.000 halen in 2021. Het vaccin is gratis voor ieder. Degene die wat willen bijdragen, die is vrij om wat bij te dragen. We hebben daarom speciaal een fonds voor. En in dat fonds kan elk bedrijf wat bijdragen. Ook elk burger kan bijdragen. Hoe klein het ook mag zijn, het is welkom. Want we hebben niet genoeg fondsen om genoeg vaccins te kopen. Behalve dat hoor, de beschikbaarheid van fonds, van vaccins. Dat hangt ook af van de productie van al die fabrikanten. Gelukkig heeft FDA, dat is dan de waakhond van Amerika, die heeft al Johnson & Johnson goedgekeurd. Dus dan hebben we eigenlijk ietsje meer goedgekeurde vaccins ter beschikking. Dus alles hangt af van de beschikbaarheid van vaccins. Hebben we meer vaccins ter beschikking, dan zullen we overgaan tot een intensievere programma om te vaccineren. Dus dat is hem. Vandaag vond op het kabinet van de president symbolisch de overhandiging plaats van de 50.000 vaccins die gisteren zijn gearriveerd in Suriname. De president bedankte via de Indiaanse ambassadeur de regering en de bevolking van India voor de gesten en deed dat namens de Surinaamse regering en het volk van Suriname. Ook de ministers van Volksgezondheid en Bibes spraken een woord van dank uit. Minister Emma Ramadeen gaf aan dat de autoriteiten nu al uitkijken naar het nieuwe COVID-19-vaccin dat ontwikkeld is door het Indiase bedrijf Bharat Biotech. Intussen is het beste deel van de ziekenhuizen voorzien van het COVID-19-vaccin. Het Mungra Medisch Centrum volgt in het weekend en volgens de trekkers van de vaccinatiecampagne verloopt alles tot nog toe vlot en binnen enkele dagen zullen alle zorgwerkers hun prikje hebben gehad. Best wel een mooie prestatie dat we dus de afgelopen tijd de verschillende instellingen, AZP, Wanika Ziekenhuis, Slaans, Diakonesse en de RGD en gisteren Sint-Vincentius Ziekenhuis en nu het Slaans Hospitaal gaat starten met de vaccinatie. Ik vind het geweldig dat we nu hier kunnen zijn om met de vaccinatie te starten. Na het Slaans Hospitaal hebben we het Nikeri Ziekenhuis. Daar gaan we in het weekend naartoe met de start van de vaccinatie. De voorbereidingen hebben wat tijd gevergd, maar medisch directeur Nanan Pandey van het Slaans Hospitaal zegt dat zij en haar team klaar zijn voor het nemen van het COVID-19-vaccin. Slaans Hospitaal is de laatste van de grote ziekenhuizen in Paramaribo, waar frontliners hun COVID-19-prikken hebben ontvangen.
voel me helemaal prima. Prima. Goed. Ik heb nauwelijks gevoeld. Je voelt ook niet als die vloeistof naar binnen gaat. Even een lichte branding, maar that's it. Ik ga mezelf goed in de gaten houden. Het advies is om flink te drinken na het nemen van het vaccin. Je mag ook paracetamol nemen. Een nachtje erover slapen en als het goed is, dan ben je dan de volgende morgen weer. Prima. Nou, het is een bijzonder moment. We zijn blij. We hebben de voorbereidingen hebben wat tijd gevergd. Vandaar dat wij dus de laatste in de rij zijn van de ziekenhuizen. Maar het is soms goed om de laatste te zijn, want dan kun je zien hoe het bij de vorige is gegaan. Dus we zijn heel goed voorbereid. En tot vanmorgen nog waren we bezig. Nee, het is een bijzonder moment. En ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd, als de vaccinaties komen, dan wil ik een van de eerste zijn die dat neemt. Niet alleen voor mezelf, maar ook als voorbeeld voor de rest van het veld. Dat de leidinggevende van het ziekenhuis in de frontlinie staat om ook het vaccin te nemen. Omdat er gewoon heel veel ruis en onduidelijkheid en misinformatie was. We hebben dus daartoe ook gisteren een informatiesessie georganiseerd met een grote opkomst. We hebben wat mensen kunnen overhalen. We hebben de feitelijkheden weergegeven rondom de ziekte, rondom het vaccin. En je zag dat de mensen dus, weet je, die informatie kwam aan en men begon een beetje anders ook te denken. Dus we gaan door met die informatiesessies. Want de rest van het ziekenhuis moet natuurlijk ook gevaccineerd worden. En de mensen die nog niet over de streep zijn, die moeten nog over de streep gehaald worden. Maar het gaat komen. Als men ziet dat het enthousiasme dat we nu hier hebben, dat gaat overslaan. Absoluut. Wij hebben hier 300 mensen aan het bed. Dus de, zeg maar, de directe zorgverleners, verpleging, interieurverzorgers, etc. En dan heb je nog de ondersteunende en de administratieve diensten. Dus in totaal hebben we ongeveer 700 mensen hier werken. Binnen de samenleving heerst er nog twijfels over het zich wel of niet laten vaccineren. Hoe zullen de twijfels die bestaan worden weggenomen? De twijfels die er nog bestaan, altijd verwijderen door de goede zaken die vaccinatiecampagnes bewerkstellig heeft, te delen met de samenleving. Dat is alvast de basis. En daarnaast dan zijn het de veilige uitslagen van al de onderzoekingen die er zijn geweest, die kunnen we delen. Het belang van het vaccineren. Kijk, normaliter, de kinderen, we vaccineren al onze kinderen tegen al de kinderziektes, niet voor niemendal. We willen niet dat ze ziek worden. En in dit geval willen we ook de mensen die eerder, die mensen die ernstig ziek kunnen worden, willen we beschermen met het vaccin. Maar tegelijkertijd, als we veel mensen, als we minimaal 70% van onze bevolking kunnen vaccineren, dan hebben we een punt bereikt dat we misschien gaan zeggen van, hé, we kunnen dan bijna normaal leven. Dus daarom, we willen terug naar normaal. Degene die voor zichzelf hebben beslist, ik neem het niet, daar ga je weinig aan kunnen veranderen. Je kan ze alleen voorzien van de juiste informatie. Degene die twijfelen, omdat ze andersoortige informatie hebben gehad of nog niet precies weten hoe het is, die proberen we over de streep te trekken door het voorbeeld te geven, maar ook te voorzien van de goede informatie. Dus waar we nu op moeten werken is de mensen aan te geven van je hoeft nergens bang voor te zijn. Kijk hoeveel artsen in de rij staan, kijk hoeveel verplegenden in de rij staan om het vaccin te nemen. Het is veilig, het is goed onderzocht, ondanks alle verhalen die er verteld worden. Het is de moeite waard om het te nemen. Laten we elkaar beschermen. Bescherm jezelf, maar laten we elkaar ook beschermen. Blijft u dagelijks het COVID-journaal volgen om zo op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen rondom het COVID-19 gebeuren in Suriname. Zeker ook over de vaccinatiecampagne die momenteel in volle gang is. We zijn gekomen aan het eind van dit journaal. Zoals de minister het al zei, blijf je aan de regels houden. Niet omdat hij al gevaccineerd wordt, wil zeggen dat COVID voorbij is. Nee, COVID is er nog en zal nog even blijven. Blijft u waakzaam en voorzichtig in alles dat u doet. Tot morgen.